Eerder hebben we al gezien hoe we zelf onze eigen klasse kunnen aanmaken. We schrijven een optionele access modifier, gevolgd door het sleutelwoordje class, gevolgd door de naam van de klasse. Hier heb je het voorbeeld auto. Het enige dat we missen is eigenlijk al die functionaliteit die we wel gezien hebben bij datetime. Dus we konden verschillende datetimes hebben, die konden allemaal hun eigen tijdstip voorstellen. Dat kunnen deze auto's duidelijk niet, want er staat eigenlijk niks in. Om dat op te lossen gaan we starten door attributen toe te voegen aan onze klasse. En attributen zijn eigenlijk kleine stukjes informatie die deel uitmaken van een object van een bepaalde klasse. Tenminste, als het niet statische attributen zijn, maar daarover zeg ik meer. Deze stukjes informatie kunnen bijvoorbeeld voor een auto de kilometerstand zijn, het benzinepeil, de datum van het laatste onderhoud. Dus eigenlijk allemaal deeltjes informatie die op zich misschien niet zo interessant zijn, maar die wel interessant zijn als je ze bekijkt als een onderdeel van een groter geheel. Bijvoorbeeld één auto. Op die manier kunnen we in plaats van een hele hoop variabelen te gaan aanmaken en dan te moeten onthouden waar elke variabele voor staat, wat dat ook programmeertechnisch niet zo praktisch is. In plaats van het zo te doen, kunnen we eigenlijk één auto maken. En die auto bevat dan als onderdeeltjes die stukjes informatie. En dat gaat veel gemakkelijker werken. Eigenlijk gaan onze attributen heel gelijkaardig werken aan de lokale variabelen die je al kent. Maar in plaats van een scope van één blok of één functietypes, één methode, gaat de scope een object van onze klasse zijn. Dus bijvoorbeeld ons auto-object. Als ons auto-object stopt met bestaan, zal ook die kilometerstand verdwijnen. Twee verschillende auto-objecten gaan twee verschillende kilometerstanden hebben, enzovoort. Nou, we zullen daar direct mee aan de slag gaan. Dus ik heb al de onderdeeltjes gegeven die we gaan gebruiken. Ik vermeld er wel bij dat dus deze onderdeeltjes een beetje arbitrair gekozen zijn. Ik heb zelf gewoon iets genomen dat als demonstratie kan dienen. Dat wil niet zeggen dat dit de perfecte manier is om de auto voor te stellen. Het hangt een beetje af van het soort van applicatie dat je aan het maken bent. Maar in het algemeen zou dit wel een zinvolle voorstelling kunnen zijn. Bijvoorbeeld als je software schrijft voor een autogarage en die willen een inventaris bijhouden van alle auto's, dan zou dit perfect kunnen passen daarin. Dus deze klasse auto die zullen we schrijven. We gaan daar een Visual Studio project voor nodig hebben. Dus ik ga hier een nieuw project maken. Kies voor een .NET Core Console app. Deze map is goed voor mij. Ik ga nu gewoon een apart project maken. Dus ik ga niet voortwerken in het labo project. Dit is louter als demonstratie. Dus ik noem het dan ook autodemo. Zo. Nu, we gaan afspreken dat we al onze klassen in eigen files zetten. Eigenlijk al onze datatypes, dus ook enums, zouden bijvoorbeeld in eigen files zetten. Ik maak hier dan een klasse auto. Ik noem die ook auto.cs. Dat is een afspraak die heel veel gevolgd wordt. Het is niet verplicht in C#, maar als je een klasse auto maakt, plaats je die in auto.cs. Als je een klasse lamp maakt, plaats je die in lamp.cs enzovoort. Dus nu heb ik hier die klas auto, zoals in het eerdere voorbeeld in het handboek, maar die heeft nog geen attributen. Dus laten we die voorzien van attributen. Public int kilometers. Waarom dat die public er staat, is eigenlijk hetzelfde als wat we al in de labo's gezien hebben. Als we gebruik willen maken hiervan vanuit een andere klasse, vanuit onze programklasse straks, de gemakkelijkste manier om dat te doen op dit ogenblik is door dit hier public te maken. Ik schrijf nu de namen van deze attributen met een hoofdletter. Dus ik gebruik eigenlijk Pascal case. De reden daarvoor is dat de .NET-richtlijnen zeggen, of de C#-richtlijnen liever, zeggen dat de aangeraden manier is om public members, dus public attributen en public methodes, om die een hoofdletter te geven in het begin, om daar Pascal case te gebruiken, terwijl de private members, wat we straks nog zullen zien, een kleine letter krijgen. Maar omdat er hier public staat, schrijf ik hier dus een grote letter. Dat is wat je moet onthouden momenteel.
Je zag eerder ook optionele access modifier bij class. Daar zouden we ook public kunnen zetten. Meer daarover later. Dus nu heeft mijn auto een kilometerstand, een benzinepeil en een datum van het laatste onderhoud. We gaan daar dan ook eens mee werken. Ik ga hier deze demonstreer attributen gebruiken. Ik ga hem nu even kopiëren, zodanig dat ik, als ik het over zou typen, dan zou ik misschien ergens iets missen. Dit ga ik in mijn program plaatsen. Dus ik ga hier een tweede methode van maken. Ik zou dit ook in auto zelf kunnen plaatsen. Ja, ik kan daar een beetje over discussiëren wat de beste plaats is. Als ik een float kies, ja, dan moet ik daar eigenlijk nog een F bij zetten, anders wordt het een double. Dus ik zet hier die F bij. En ik ga hier in mijn main de auto demonstreren. Dus demonstreer attributen. Zo. Toch heb ik een typfout gemaakt. Ah, public static void. Want het moet zijn. Oké. Wat gaat er nu gebeuren? Er worden twee verschillende auto's aangemaakt. Auto 1 en auto 2. Ze krijgen allebei hun eigen kilometerstand, allebei hun eigen benzinepeil. En allebei een datum van het laatste onderhoud. Merk op. Standaard worden hier nog geen waarden voor ingesteld. Dus dat gaan default waarden zijn. Dat zijn misschien niet de waarden die we willen. Dus daarom stellen we hier zelf die waarden in. Nu, wat je gaat merken is, als ik rightline doe van het aantal kilometers, gaat dat effectief verschillen voor de twee auto's. En het zou ook zo zijn voor de benzine en voor de datum van het laatste onderhoud. Ik voer even mijn programma uit. En wat je nu ziet, is dat ze effectief hun eigen kilometerstand hebben. 10.000 kilometer tegenover 50.000 kilometer. We hebben nu onze auto's aangemaakt en hen een uitdrukkelijke kilometerstand gegeven. Uitdrukkelijke andere waarden ook, benzine laatste onderhoud. Maar het ding daar is, wat als we die dingen al een standaardwaarde willen geven? Als we er dus voor willen zorgen dat elke nieuwe auto met een bepaalde waarde start. Wel, wat gebeurt er als we dat gewoon proberen? Dan gaan we zien dat auto 1 start met 0 kilometer op de teller. Waarom 0? Wel, dat heeft ermee te maken, int is een zogenaamd value type. En een value type heeft een bepaalde default waarde die het krijgt. Als je het niet initialiseert. Dus kilometers gaat starten eigenlijk met een waarde 0. Als je geen waarde geeft aan een variabele met type int, wordt die variabele eigenlijk default 0. Benzine gaat dan 0,0 worden, omdat het een float is. En laatste onderhoud is een beetje speciaal, in die zin dat het eigenlijk is laatste onderhoud geen standaard object, zal ik zeggen. Dat gaan we later zien waarom. Maar laatste onderhoud gaat ook met een bepaalde datum starten. Dat zal de datum zijn met 0 ticks op de teller. Dus dat is eigenlijk anders dan de meeste objecten die je gaat gebruiken. Maar de details daarvoor komen later. Onthoud nu gewoon dat er ook voor daytime een bepaalde standaard datum wordt ingevuld. Dus ik zal even auto 1 kilometers laten zien. Auto 1 benzine zal ik ook laten zien. En auto 1 laatste onderhoud. Zo. Dus dan ga ik ook die twee dingen hier weghalen. En dan eens kijken wat eruit komt. Oké. Dus die defaultwaarde voor een datum, dat gaat ergens in het jaar 1 zijn. Dus de reden daarvoor zullen we later bekijken, wanneer we meer kijken over hoe objecten worden bijgehouden in het geheugen. Maar het ding is dat dat misschien niet de defaultwaarden zijn die wij graag zien. Dus wat kan je daaraan doen? Wel, je kan die hier instellen.
Dus hier bijvoorbeeld kilometers, misschien rolt de auto van de band met 5 kilometer op de teller. En we willen kunnen rijden als we onze nieuwe auto hebben, dus laat ons zorgen dat er een beetje benzine in de tank zit. Ook het is logisch dat zodra de auto gemaakt is, dat hij dan eigenlijk zijn zogezegde laatste onderhoud heeft gehad. Dus datetime.now is hier wel geschikt voor. Nu, een andere interessante vraag die je kan stellen is die datetime.now. Wanneer wordt die uitgevoerd? Wordt die uitgevoerd wanneer we ons nieuw auto-object maken? Of wordt die uitgevoerd wanneer we eigenlijk de definitie van de klasse auto lezen? Dus wanneer we voor het eerst lezen hoe auto werkt, is het die datetime.now? Of is het eigenlijk de datetime.now die telkens opnieuw wordt geëvalueerd wanneer we een nieuwe auto maken? Wel, dat kunnen we uitproberen. We kunnen hier het laatste onderhoud van auto 2 weghalen. En dan hier system.threading. Nu, deze instructie hoef je niet uit het hoofd te kennen. Maar dit is eigenlijk gewoon een manier om je programma even te laten pauzeren. Dus ik ga het hier 5 seconden laten pauzeren. Wat gaat er nu gebeuren? Ik maak mijn eerste auto. 5 seconden later maak ik mijn tweede auto. Ik laat het laatste onderhoud zien van beide. En voor auto 1 ook de kilometers en de benzine. En dan gaan we zien wat er daar gebeurt. Zo, dus je ziet, de kilometers staan inderdaad op 5. Dat is nogal logisch. Die benzine staat ook op 10. Dat is ook wat we verwacht hadden. Hier heb je dus het antwoord op de vraag. Hier staat er 21 minuten 42 seconden. Hier staat er 21 minuten 47 seconden. Dus dat wil zeggen dat die code hier, alhoewel dat er hier nu datetime.now staat, en dat is iets om voorop te letten, wordt dat dus bij elke nieuwe auto die we aanmaken opnieuw bekeken. Dus elke keer wordt opnieuw opgevraagd, wat is datetime.now? Dat is niet iets dat één keer berekend wordt, dat wordt bij elke nieuwe auto berekend. Een voordeel van dit gebruik van attributen is dat we dus verschillende stukjes informatie die samenhoren mooi kunnen bundelen. We kunnen de kilometerstand van auto en de benzine enzovoort, kunnen dat allemaal eigenlijk toegankelijk maken via auto. Je hebt dus geen aparte variabelen meer nodig, auto 1 kilometers, auto 2 kilometers enzovoort. En dat maakt dat je code veel ordelijker gaat worden. Dat is een voorbeeld van encapsulatie. Dus encapsulatie is dat principe waarbij je dingen onder de motorkap gaat plaatsen en enkel toegankelijk gaat maken via een bepaalde interface. Zoals het ook bij auto's is. Bij auto's gebruik je het sturen, je gebruikt pedalen enzovoort, maar je gaat normaal niet onder de motorkap bezig zijn als je je dagelijks werk met een auto wil vervullen en dat is rijden. Een nadeel hier is hoe we nu onze attributen gedefinieerd hebben, kunnen we eigenlijk niet verhinderen dat die fout worden ingesteld. Dus we weten al van variabelen hoe we met een if kunnen controleren dat die waarde geldig moet zijn. Dus we kunnen van variabelen zeggen, als een gebruiker daar een waardenaam mag geven, dat enkel een bepaalde waarde zijn toegestaan, maar we hebben dat nog niet gezien voor instantievariabelen, dus voor attributen. Daar gaan we toe komen, maar zoals dat we het nu gedaan hebben met deze public attributen, gaat dat niet lukken. Weet gewoon dat die public attributen nog niet het einde van het verhaal zijn en dat we dat dus wel mogelijk gaan maken. We hebben eerder gezien hoe we dus attributen van onze objecten kunnen namaken, dus instantievariabelen of objectvariabelen wordt ook soms gezegd, velden, wat dat je wil. Dat zijn stukjes informatie die bij de individuele instanties van een klasse horen. Elke auto heeft zijn eigen kilometerstand, elke auto heeft zijn eigen benzinepeil enzovoort. Nu, soms zijn er stukjes informatie die niet bij een individueel object van een bepaalde klasse horen, maar die wel bij een bepaalde klasse horen. Voor auto's bijvoorbeeld, iets dat gemeenschappelijk is voor alle auto's, iets dat gewoon van toepassing is op auto's, zou kunnen zijn de milieunorm. Ik heb hier voor de milieunorm als demonstratie een enum aangemaakt. Een enum
die gewoon, ja, de normen heten euro 1, euro 2 tot euro 6. Dus je zou hier eventueel ook wel gewoon met getalletjes kunnen werken. Maar uiteindelijk, omdat er precies 6 zijn, verkies ik een enum. We kunnen dat ook toepassen in de code die we hebben. Dus hier opnieuw een enum, liefst in een eigen bestand, omdat dat ook een eigen datatype is. Dus ik ga hier naar add, new item. En dan weet ik niet of enum er echt gaat tussen staan. Blijkbaar niet. Oké, dat is geen probleem. Dan kies ik voor Klaas. En ik ga dat straks nog aanpassen. Dus hier milieunormen. Enums die schrijven we als een meervoud uit. En dan in plaats van Klaas maken we daarvan enum. En hier gewoon euro 1, euro 2 enzovoort. Nu ga ik naar auto en ik ga de milieunorm dus koppelen aan auto's in het algemeen, niet koppelen aan specifieke auto's. Dat kan ik zo doen. Zo. Dus hier hetzelfde als anders. Hier komt het soort van variabele. Hier komt de naam die ik eraan geef binnen deze klasse. Dus auto.milieunorm gaat mij een waarde van het enumtype milieunormen opleveren. Maar dit is static. Dit is static, wat dus betekent dat het geldt voor alle auto's. Dus als ik hier nu zou iets proberen met auto1.milieunormen, even demonstreren, dan gaat dit daar moeilijk over doen. Zo. Kijk, hij klaagt daarover. We gaan er even op staan. Cannot be accessed with an instance reference. Dus een instance reference wil zeggen dat het gaat over één object. Qualify it with a type name instead. Dat wil zeggen auto.milieunorm. En dan is het wel oké. Nu, net zoals onze objectvariabelen, kan je die ook een default waarde geven. Dus bijvoorbeeld, momenteel zitten we aan euro 6. Dus milieunormen.euro 6. En op die manier hebben we dus iets dat van toepassing is op auto's in het algemeen. Dus dit is iets echt om in je oren te knopen. Veel studenten zien het woordje static en denken statisch, dus onveranderlijk. Maar dat is niet wat het betekent. Static betekent niet onveranderlijk. Static betekent dat iets hoort bij de klasse, maar niet bij de objecten van die klasse. Om een of andere reden gebeurt er niks in mijn venstertje. Ik zal het gewoon eens heropstarten. Ja, oké, nu verschijnt het wel. Dus andere dingen die je zou kunnen bijhouden, bijvoorbeeld als je het hebt over een klasse personen, of een klasse persoon, dan zou je bijvoorbeeld de levensverwachting, de gemiddelde levensverwachting van een mens, zou je een static attribuut kunnen maken. Waarom? Omdat niet iedere persoon exact die levensverwachting heeft, maar het is wel een objectief stukje informatie dat hoort bij de klasse mens. Er is een soort van gemiddelde levensverwachting voor de mens als soort. Dat wil niet zeggen dat iedereen exact die leeftijd haalt, maar het is wel van toepassing op het geheel. Dus alles wat eigenlijk zo werkt, alles wat hoort bij de categorie, eerder dan bij de instanties van die categorie, alles wat hoort bij de klasse, dat is wat we static maken. Hier heb ik dan nu voorgedaan met een attribuut, maar we zullen verder nog zien dat je dat ook gaat kunnen doen met methodes die in het volgende deel aan bod komen.